Vals, dat is de derde theatertekst van Lot Vekemans bij NT Gent. Eerder schreef ze de monoloog Zus van, met een schitterende Elsie de Brouw in de rol van Ismene, de zus van Antigone. Ze schreef het bejubelde gif met opnieuw Elsie de Brouw en met Steven van Watermeulen als koppel dat uit elkaar is gegaan na de dood van hun zoon en elkaar plots terugziet na 10 jaar rouwverwerking. En nu is er dus Vals. Dat is een co-productie met het Nationale Toneel Den Haag, geregisseerd door Johan Simons en de acteurs zijn Elsie de Brouw, Betty Schuurman en Bert Luppes. Kat en Sis, twee zussen, actrices, de ene in het theater, de andere op televisie, wachten in een politiecel. Ze zijn opgepakt en worden ervan verdacht een dodelijk verkeersongeluk te hebben veroorzaakt en ze zouden vluchtmisdrijf hebben gepleegd. Een verhoor zal dus volgen. Gevoeligheden en herinneringen aan het verleden spelen op. Dan komt een man bij hen in de cel. Maar waarom? Wie is hij? Is hij ook een verdachte of is hij een spion? En hoe is zijn lot met dat van de twee zussen verbonden? Lot Vekemans zegt hier zelf over: in mijn stukken staan vaak mensen centraal die geslagen worden door het lot. Wat doe je als het leven je voor voldongen feiten stelt die het liefst zou vermijden? Het lot brengt hier drie personages samen die eigenlijk niet met elkaar te maken willen hebben, ook de twee zussen niet. Maar toch zijn ze door omstandigheden op elkaar aangewezen, hebben een deel van het noodlot van elk van hen in handen. Met andere woorden, de mensen bevinden zich in een crisis en Lot Vekemans verwijst daarbij naar de Griekse etymologische oorsprong van het woord. Een crisis is een onderscheid of beslissing op basis van nadenken en oordelen. Dus een moment van omkijken, opnieuw kijken en keuzes maken. Mensen zijn juist vaak hard aan het proberen om een crisis te vermijden, hoewel dat dus van oorsprong een moment van reflectie is. Maar in Vals is die crisis er wel degelijk. En die zet het vertrouwen op losse schroeven. Het vertrouwen in elkaar, maar ook het vertrouwen in zichzelf. En zo kom je al snel bij Vals terecht. Dat zit in de voorstelling op verschillende niveaus. Er is de juridische dimensie, het afleggen van valse verklaringen, valse overtuigingen die mensen zich vormen en waarin ze zijn gaan geloven, een associatie met de onechtheid van het theater zelf en natuurlijk het menselijk gebruik van de leugen. We omarmen de leugen, gebruiken die om ons te beschermen voor iets wat we niet willen zeggen of voor iets wat we niet willen zien gebeuren. Maar je komt natuurlijk uiteindelijk terecht bij de vraag: wat bescherm je nu eigenlijk? Wat je beschermt kan goed zijn of slecht. Je kan ook liegen om de werkelijkheid niet te moeten zien en dan werkt de leugen natuurlijk vernauwend. We krijgen dus een vals perspectief dat we, en dat is pas gevaarlijk, dat we in die leugen gaan geloven. En dus moet je in crisis. Dat wil zeggen, je moet je van je leugens kunnen ontdoen om opnieuw te kijken naar wat er echt is. De getuige in het stuk, een celbioloog die wat naast het leven loopt, noemt kijken trouwens de basis van het leren. Die celbioloog werd geïnspireerd op het werk van Bruce Lipton, een Amerikaan die de nieuwe biologie voorstaat. Hij toonde in de jaren 80 aan dat de mens veel minder wordt bepaald door zijn genen dan we denken. Juist de omgeving waarin we vertoeven bepaalt ons genetisch materiaal. Lipton gelooft heel erg dat juist de perceptie van de werkelijkheid zorgt voor onze overtuigingen. De celbioloog in het stuk gelooft heel erg dat de natuur naar harmonie streeft. Alleen is hij er zelf niet in geslaagd om zijn eigen leven gezond harmonisch te maken. Daarom heeft hij zich teruggetrokken uit de wereld en wil hij eigenlijk liever ook niet bij het verhaal betrokken worden. Maar hij kan niet anders. Zo voel je als toeschouwer hoe langzaam de anekdotiek van de startsituatie van dit verhaal uitgroeit tot een filosofische discussie over noodlot, familieverhoudingen, geloofwaardigheid, schijn en werkelijkheid. De grote kracht van schrijfster Lot Vekemans is dat zij een zeer eenvoudige taal hanteert waarmee ze heel wat werelden en lagen oproept, die de acteurs, de regisseur en het publiek voor grote uitdagingen stelt en anderzijds zoveel over het leven vertelt omdat het zo herkenbaar wordt. We hopen, dames en heren, dat jullie heel erg nieuwsgierig zijn geworden naar deze voorstelling, die trouwens ook op andere vlakken vals met jullie zal of kan omgaan. Ook het decor bijvoorbeeld, de kostumering en de muziek en een aantal andere elementen zijn er natuurlijk op gericht om de inhoud van de toneeltekst te ondersteunen, te versterken en jullie in de band te houden. We kunnen jullie natuurlijk alleen maar vragen om te kijken. Goed te kijken, zoals G. de celbioloog de getuige in het stuk het vraagt. Het is zaak, zegt hij,
om je te oefenen in het kijken. We wensen jullie een fijne voorstelling.